truckchauffeurs die zich niet houden aan de regels met betrekking tot het weggebruik riskeren een boete tot 10.000 SRD. Minister Jerry Miranda van Openbare Werken, Transport en Communicatie, OWTNC, heeft deze harde sanctie aangekondigd nadat hij zelf meemaakte hoe regels worden overtreden. Dit meldt het Nationaal Informatieinstituut. De bewindsman bevindt zich in het westen van Suriname in verband met een werkbezoek. Hij is teleurgesteld dat ondanks instructies vanuit het ministerie de chauffeurs de regels toch aan hun laars lappen. Het afgelopen weekend heeft de politie samen met de commissie Zwaar Materieel en de Wegenautoriteit Suriname controles gehouden op de weg naar Apoura. Geconstateerd is dat er zonder rijbewijzen en keuringen worden gereden. Ook wordt er gereden met overbeladen trucks. De minister stelt dat dit de redenen zijn dat wegen en bruggen kapot gaan. De boetes die zij uitgedeeld variëren tussen 1250 SRD tot 10.000 SRD. Miranda heeft aangekondigd dat deze boetes verder zullen worden verhoogd.